Dames en heren, in het Palazzo Pubblico van Siena kun je nog steeds de fresco's zien die Ambrogio Lorenzetti er rond 3, 1338 schilderde. Drie enorme fresco's, getiteld L'Allegoria e effetti de del buono educativo governo: de allegorie van de effecten van goed en slecht bestuur. Zij sieren de zaal waar het bestuur van de Republiek van Siena, de Negen, ooit vergaderde. Een allegorie. Is een symbolische voorstelling, waarbij een idee of een abstract begrip, zoals hier goed bestuur, verbeeld wordt als een personificatie met personen en met concrete zaken. Tegenwoordig gebruiken we natuurlijk liever een uitlegfilmpje op YouTube of een infographic in de krant. Maar dit was eeuwenlang een concrete manier om moeilijke zaken uit te leggen. We zien hier de personificatie van goed bestuur. En goed bestuur zit hier. De vrouwen justitia zit hier met aan de ene kant de straffende engel en aan de andere kant de belonende engel. Goed bestuur is een reizige man. En boven hem zien we geloof, liefde en hoop. En we zien wat we nodig hebben voor goed bestuur. Dankjewel. Vrede, die ligt hier rustig. De deugden zijn natuurlijk allemaal de vrouwen uitgebeeld. Sterkte, voorzichtigheid, grootmoedigheid en geduld. En rechtvaardigheid natuurlijk in de persoon van vrouw Justitia en haar weegschaal. Die zien we hier ook twee keer. Het is niet allemaal zoetsappig overigens. Goed bestuur toont ook haar sterke arm en houdt met behulp van gewapende ridders misdadigers gevangen. Die ziet u hier. Aan de andere kant de personificatie van slecht bestuur. En slecht bestuur? Trouwens. Dit zie je wat minder goed, en dat komt omdat dit de buitenmuur is. En in die zeven eeuwen is er een klein beetje waterschade opgetreden in Siena. Aan de andere kant zie je dus die personificatie van slecht bestuur: een tyran met horens. En boven hem zien we hebzucht, hoogmoed en ijdelheid uitgebeeld. Vrouw Justitia lijkt weggestopt in een soort dwangbuis, haar weegschaal is kapotgeslagen. En wie zit er naast die tyran? Vreedheid, bedrog, woede, tweedracht en oorlog. Allemaal mannelijke figuren. De allegorie toont daarnaast de gevolgen van goed en slecht bestuur. Bij goed bestuur zien we een harmonieuze en florerende samenleving, bruisend van activiteit en hoop. Er wordt volop gebouwd, dat zie je rechtsboven, en de economie floreert. Bij slecht bestuur zien we een samenleving in verval: tweespaalt, misdaad en defetisme. Die zagen we op. Het vorige plaatje. Dit is overigens het goed bestuur wat we hier zien um, op het platteland. Want het moest wel effect hebben op de stad als het platteland. Dames en heren, mij is de afgelopen tijd vaak gevraagd wat mijn plannen waren voor de komende maanden en jaren. Hoe ik, mijn nieuwe Kamerlidmaatschap, hoe ik mijn nieuwe rol als Kamerlid vorm ga geven, wat ik ga doen met al die tijd die ik nu over heb, nu ik me niet meer bezig hoef te houden met meer of minder verheffende partijperikelen. Het antwoord op die vraag is eigenlijk vrij simpel. Ik ga terug naar de basis. Zoveel mogelijk terug naar de essentie van het ambt dat ik al 18 jaar uitoefen. Het ambt van volksvertegenwoordiger is het centrale ambt in onze democratie. Gekozen uit en door het volk, bekleed met een tijdelijke macht, is het onze taak erop toe te zien dat het land goed bestuurd wordt. Om zo de randvoorwaarden te scheppen voor een florerende en harmonieuze samenleving. Want goed of slecht bestuur, dat maakt dat uit. De bestuurders van de Republiek Sena werden hier continu aan herinnerd. Een blik op de fresco's aan de muur van een vergaderzaal sprak boekdelen. En anders was een blik door het grote raam naar de buitenwereld, naar de toestand van de samenleving van stad en ommeland van Siena, voldoende om te zien of het bestuur deed wat het moest doen. Voor ons in de Tweede Kamer is het soms wat moeilijker. In de Tweede Kamer zijn er geen fresco's, maar er hangt grond, klei, modder aan de muur. Er zijn evenmin ramen waardoor je goed naar buiten kunt kijken. ...om te zien of het huidige bestuur wel zorgt voor een harmonieuze en bruisende samenleving. Ik heb ze gisteravond na de vergadering gefotografeerd. Ze zitten daarboven. En u weet dat de beveiliging ze zorgen maakt of de jongens van Greenpeace daar niet door naar beneden komen. In de Tweede Kamer zien we de buitenwereld vaak enkel indirect. Via kamerbrieven, rapporten en nieuwsberichten. En misschien vergeten we te vaak dat we wat we daarin lezen niet altijd precies hetzelfde is als de werkelijkheid. Want wie gewoon naar buiten kijkt, los van de statistiek en overheidsvoorlichting, ziet heel andere dingen. Zo vertelt de regering ons jaar op jaar dat we steeds welvarender worden. De armoede neemt af, de werkloosheid is laag en weinig mensen zitten in de bijstand. Volgens het CBS daalde het percentage huishoudens met een laag inkomen van bijna 12% in het hoogconjunctiejaar 2000 tot 8% in het coronacrisisjaar 2020. Maar terwijl de officiële armoedecijfers fors daalden, verdubbelde het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar. En steeg het aantal mensen dat hulp kreeg van de voedselbanken naar meer dan 160.000. Wie de wetten bestudeert, ziet dat rechtsbescherming in Nederland in theorie voor iedereen uitstekend geregeld is. Vrouwen justitia zit op papier stevig op haar troon, haar balans hoog geheven. Maar het toeslagenschandaal heeft laten zien dat dat voor een deel fictie is. Voor een grote groep burgers werd en wordt er geen recht gedaan. Voor hen is vrouw justitia gekneveld. Een gebroken weegschaal ligt naast haar op de grond. En de rot zit dieper. Ook bij andere uitvoeringsorganisaties gaat het mis. Heel erg mis. En dan zijn er nog de maatschappelijke akkoorden die onder de kabinetten Rutte zijn gesloten. Bijvoorbeeld het klimaatakkoord. Heel Nederland, zo lijkt het, heeft mogen meepraten en is akkoord. Maar in de praktijk zijn het vooral grote bedrijven en de vaak door een staat of een loterij gesubsidieerde niet-representatieve belangenorganisaties die het beleid bepalen. Echte burgers en hun belangen, hun dromen en verwachtingen worden daar niet vertegenwoordigd. Het maatschappelijk middenveld is al lang niet meer representatief. Er zo komen zo vaak schijnoplossingen tot stand, die vooral een oplossing zijn voor de klasse die aan tafel zit en die geen enkel maatschappelijk draagvlak hebben. Het klimaatakkoord heeft nu een vrijstelling van de energiebelasting voor de passagiers van cruiseschepen. Maar niet voor de huurders met een bijstandsuitkering van een tochtige woning. De scheepvaartsector kreeg namelijk een green deal, de gewone burger of de mensen in de bijstand niet. En zij betalen dus twee keer zoveel voor hun energie. Wie door het raam naar buiten kijkt en zich niet beperkt tot de overheidsvoorlichting of de statistieken, ziet de scheuren in de samenleving. Die het ontstaan van een grote groep werkende armen. Die ziet woningnood. Die ziet een afbrokkelende rechtsstaat. en een volstrekt verstoorde verhouding tussen overheid en burger. Niet echt tekenen, kortom, van goed bestuur. Dames en heren. Dat het bestuur tekortschiet zien we niet alleen als we naar de samenleving kijken. Dat zien we ook aan de manier van besturen zelf. Enkele maanden geleden kregen we door de openbaarmaking van enkele notulen. Een inkijkje in de discussie en misschien wel in het echte denken van de ministerraad toen het ging over de toeslagenaffaire. Er wordt niet of nauwelijks gepraat over hoe de reële problemen van de toeslagenslachtoffers die uit huis gezet werden, die hun kinderen kwijtraakten, konden worden opgelost. Er, werd niet er wordt ook niet gepraat over hoe Kamervragen volledig en correct beantwoord kunnen worden. Integendeel. Bijna de volledige discussie gaat over het achterhouden of het doseren van informatie. Over het sensibiliseren van niet nader te noemen Kamerleden. En vooral en helemaal over de beeldvorming. Dat is kenmerkend voor de huidige politieke cultuur die ontstaan is onder premier Rutte. Onder het demissionair premier Rutte. De beeldvorming gaat boven alles. Dat begint met het feit dat er veel te veel voorlichters en spindokters zijn. Die de werkelijke gevolgen van de beleidskeuzes aan het directe zicht proberen te onttrekken. Maar het uitzicht ook in de neiging enkel te sturen op statistieken. Statistieken doen het immers goed in de media en zijn dus perfecte marketinginstrumenten geworden. En Daarom krijgt het terugdringen van de armoedecijfers in de praktijk voorrang boven het terugdringen van de armoede. Wint het halen van klimaatdoelen? Het van het werkelijke bijdrage leveren aan het klimaat. En richt ons overheidbeleid zich op het verbeteren van de koopkrachtplaatjes, meer dan het verbeteren van de werkelijke koopkracht. Ook onderzoekscommissies worden met het oog op de beeldvorming ingesteld en worden opgezadeld met een hele nauwe onderzoeksvraag, om de door de regering politiek gewenste conclusie te trekken. De commissie Donner, die onderzoek deed naar de kinderopvangtoeslagaffaire. Kreeg de opdracht toen de regering via geheim intern onderzoek eigenlijk heel goed wist hoe de vork in de stil zat. De commissie kreeg het meest belastende stuk niet. En toen ze weinig verrassend maar gilt en onrechte concludeerde dat er niet heel veel aan de hand was, verscheen donderdagavond wel in Nieuwsuur, maar niet op een openbare hoorzitting in de Tweede Kamer. Want Nieuwsuur heeft meer impact op de beeldvorming. De regering stelt zo'n commissie om in. Eh, om onderzoek te doen naar het eigen handelen. Dat is behoorlijk vreemd. Want een student mag ook niet zijn eigen tentamen nakijken en eindcijfer bedenken. Het parlement zou vaker de directe opdrachtgever moeten zijn. De aanpak van structurele problemen leidt hieronder. Als je dat wil doen, moet je eerst toegeven dat er een structureel probleem is. Moet je eerst toegeven dat er een structureel probleem is dat je niet hebt opgelost. En dat is natuurlijk heel slecht voor de beeldvorming. Daarom wordt het gemiddelde structurele probleem eerst tactisch verkleind tot een incident, om er vervolgens eenvoudig overheen te stappen, want waar mensen werken worden fouten gemaakt. Zo ging het eerst bij de toeslagenaffaire, zo ging het eerst bij de gaswinning in Groningen en zo gaat het bij heel veel andere dossiers. En zo wordt de stapel onopgeloste structurele problemen steeds groter. Dames en heren, als eenmansfractie in de Kamer kan ik me niet met alles gaan bezighouden. Al is de verleiding groot voor degene die mij kennen. Bovendien ben ik ook nog een zogenaamde zetelrover. Maar 270.000 van mijn 340.000 voorkeurstemmer zijn toch echt achtergebleven bij het CDA. En dat betekent dat ik veel minder ondersteuning krijg dan andere Kamerleden. Het stellen van prioriteit is onvermijdelijk. En first things first en bij first things gaat het over de eerste levensbehoeften. Over bestaanszekerheid, waarvan we vandaag hoorden dat dat misschien marketingtechnisch niet goed ligt. maar het is wel onze grondwettelijke taak. En over wonen. Dan gaat het over een functionerende overheid. Een functionerende rechtsstaat die burgers beschermt en niet over hen heen walst. De komende maanden wil ik besteden aan het zetten van de eerste stappen. op weg naar een structurele oplossing. voor de structurele problemen die er bij deze drie onderwerpen spelen. Soms zijn die oplossingen laag hangend fruit, maar veel vaker zijn het oplossingen van de lange adem. Laat ik beginnen met de woningmarkt. Ik bedoelde natuurlijk volkshuisvesting. Want het zorgen van goede volkshuisvesting is een grondwettelijke taak van de overheid. Maar inmiddels is er een tekort van rond de 300.000 woningen. De dakloosheid is verdubbeld, honderdduizenden jongeren wonen noodgedwongen bij hun ouders, vakantieparken zitten vol met permanente bewoning. En de wachtlijsten voor sociale huurwoningen bedragen niet zelden tien jaar en deze stad nog wel wat meer. Het kabinet lijkt zich daar weinig zorgen over te maken. Urgentie ontbreekt. En dat is wel eens anders geweest in dit land. In december 1960 viel het kabinet, omdat het niet wilde meegaan in de eis van de Tweede Kamer, om de aangekondigde 80.000 woningen in het bouwprogramma met 5.000 te verhogen. Dat bouwprogramma was toen heel concreet. Werd gestuurd op een concreet aantal huizen waarvan een voorstel betaalbaar moest zijn, de zogenaamde premiewoningen. En de regering werd afgerekend op de resultaten. Dat is nu iets anders. De Rijksoverheid heeft de regie wat laten varen. In 2010 is het ministerie van Volkshuisvesting afgeschaft. De gedachte hierachter is dat de markt het kan regelen dat er automatisch een evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod. Maar tegelijkertijd. Doet de overheid er werkelijk alles aan om dat marktoverwicht dan ook weer even goed te verstoren? Door allerhande fiscale en praktische hindernissen op te werpen. Nederland heeft als enig land in de wereld een speciale belasting op goedkope sociale huurwoningen. Die belasting wordt alleen betaald door verhuurders die meer dan 50 woningen verhuren voor minder dan 752 euro per maand. Dat zijn woningbouwcorporaties en niemand anders. In antwoord op mijn kamervragen bleek dat een woningbouwcorporatie die een woning voor 7200 euro per jaar verhuurt, een huur van 600 euro per maand, hierover 1600 euro belasting per jaar betaalt. Na zo'n belastingheffing, dat zijn dus de eerste 2,5 maanden huur, komt de woningbouwcorporatie maar net uit de kosten. Uit de opbrengst kan deze corporatie geen nieuwe woningen bouwen. De particuliere belegger die die huizen dan opkoopt en de huur verhoogt tot zeg 1000 euro per maand, 12.000 euro per jaar, ik had hier in Amsterdam misschien nog een iets hoger bedrag moeten zeggen, betaalt desondanks vijf keer minder belasting, slechts enige honderden euro's. En dan vragen wij ons af waarom er geen betaalbare huurwoningen meer zijn. Dat is dus niet het gevolg van de markt, dat is het belangrijke gevolg van overheidsbeleid. En waar de Rijksoverheid wel een rol zou moeten spelen, ontbreekt de regie. Iedereen zei in de verkiezingscampagne... we gaan 100.000 woningen per jaar bouwen. En dat heeft een impact op onze leefomgeving. Daar moet voor gepland worden. Bij Utrecht zijn wijken gebouwd zonder goed vervoer... en dat leveren de files op. Het betekent planning van wegen, planning van spoorwegen... planning van scholen. De Rijksoverheid moet die centrale planning weer oppakken. Maar in plaats van planning en regie kiezen... Kiezen we ook bij het woningbeleid ervoor om geen keuzes te maken? Hoe het land zich ontwikkelt, laten we bijna toevallig over aan fiscale maatregelen of subsidieregelingen, die ons in de plaatjes van het CPB of het PBL worden aanbevolen, zonder dat concreet inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre dit de woningbouw stimuleert en welke woningbouw en waar. Er is geen enkel politiek door Timmers plan in de verkiezingscampagne op tafel gelegd om die 100.000 woningen per jaar te bouwen die we nodig hebben. Zelfs de ambitie om tot een dergelijk plan te komen ontbreekt. En alleen een aantal partijen van buiten hebben het opgesteld. Ook praktisch zijn er allerlei hindernissen om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Er geldt bijvoorbeeld dat je via de ladder van verduurzaming moet aantonen dat de woningen niet binnenstedelijk gebouwd kunnen worden voordat je elders bouwt. Dat aantonen kost tijd en energie. Ook de stikstof- en PFAS-wetgeving hebben de bouwproductie aanzienlijk vertraagd. Inmiddels zit er ongeveer zeven jaar tussen de eerste plannen en de ingebruikname van de woning. Maar ook bij minder strikte regels zullen maatregelen die we nu nemen pas over een aantal jaren leiden tot fors meer woningen. En dat is waarschijnlijk fors na de volgende verkiezingen, na het komend kabinet dat geformeerd gaat worden, hopen we. En dan is iedereen je alweer vergeten. Dus voor de beeldvorming heb je er helemaal niets bij te winnen. Op dit moment en heeft dit geen prioriteit, ook niet bij de formerende partijen. En zo betalen vooral jongeren, woningzoekenden en middeninkomers de echte prijs van deze bizarre formatie, waarin, de komen, waarin het komende jaar een verloren jaar dreigt te worden in de oplossing van dit urgente probleem. En dat moet veranderen. Maar dan moet wel iedereen over een paar ideologische hobbels heen. De verhuurdersheffing moet weg, er moet ook buitenstedelijk en soms op landbouwgrond gebouwd worden. En de rijksoverheid moet zeer actief de regie in handen nemen en afgerekend worden op de resultaten. De bouwlocaties moeten worden aangewezen. Op korte termijn kan de overheid ook in de sociale zekerheid en belastingprikkels wat veranderen, zodat je bepaalde mensen niet uit huis dwingt. Een werkend inwonend kind van 21 bij een bijstandsmoeder wordt nu echt gedwongen het huis te verlaten door de regels en dat moet anders. Een plan voor de volkshuisvesting kan en mag niet wachten. Op de formatie. Redelijke politieke partijen zouden nog deze begroting een plan kunnen en moeten indienen om met het oplossen van dit probleem te beginnen. Net als in 1960 hoop ik dat daar zowel oppositie als coalitiepartijen bij betrokken zijn. De bestaanszekerheid. De Grondwet bepaalt ook dat de overheid zorg moet dragen voor de bestaanszekerheid der bevolking, of dat moet bevorderen. Maar ook dit onderwerp staat niet bepaald hoog op de politieke agenda van de gemiddelde week. En ook hier zien we dat beeldvorming, ditmaal in de vorm van statistieken, grotendeels het beleid bepaalt. Zoals gezegd laten die statistieken dalende armoede zien. En dat zorgt ervoor dat de politieke urgentie om zich hiermee bezig te houden enigszins ontbreekt. Tegelijkertijd vertellen de rijen bij de voedselbanken en het toenemend aantal daklozen een ander verhaal. Neemt de armoede dan echt af of klopt de definitie van armoede niet? Een kort antwoord is, de definitie klopt niet. Het CBS hanteert een laag inkomen als de definitie van armoede. Het is niet de enige definitie van armoede, maar wel de definitie die zeer regelmatig in de brieven van de regering terugkomt. Vooral om aan te tonen dat de armoede daalt en dat de regering dus op de goede weg is. Bij deze definitie wordt een absolute armoedegrens gehanteerd. Maar armoede is niet louter het onvermogen om toegang te krijgen tot wat je nodig hebt om te overleven. Armoede gaat ten diepste ook over uitsluiting en niet kunnen functioneren in de samenleving. En dat is niet alleen een theoretisch verschil, zeker als je de ontwikkelingen in de tijd meeneemt. Stel je voor dat het gemiddelde inkomen per persoon 100 euro is, en als je als armoede beschouwt, als je inkomen lager is dan 60%, zeg 60 euro. Stel nu dat in enkele jaren het gemiddeld inkomen niet meer 100, maar 200 euro is. En dat is niet door inflatie. Wanneer val je dan onder de armoedegrens? Als je de Nederlandse absolute definitie gebruikt, is het nog steeds als je meer dan 60 euro verdient. Ook al krijg je nu maar 30 procent van het gemiddelde inkomen en heb je veel meer moeite om rond te komen en aansluiting te hebben bij de middenklasse. Gebruik je de Europese relatieve definitie. Dan val je onder de armoedegrens op het moment dat je minder dan 120 euro verdient. Want pas dan kun je meekomen met de rest. En de keuze voor een absolute of relatieve definitie van armoede is geen filosofische discussie. Het is bepalend voor het beleid omdat de overheid zich door de statistieken laat leiden. Verander je de statistische definitie, dan krijg je ook uiteindelijk een ander beleid. En aangezien Nederland de voorkeur heeft voor een absolute definitie van armoede, neemt die ook af. Maar de relatieve armoede, die sociaal relevanter is, nam tussen 2008 en 2018 juist ietsjes toe in Nederland tegen de Europese trend in. Maar ook andere details van de armoede definitie geven een vertekend beeld. Zo gaat het onderliggende inkomensbegrip uit van een inkomen zonder huurtoeslag. Dat betekent dat je kunt bezuinigen op de huurtoeslag zonder dat dit doorwerkt in de statistische inkomen. En dus ook niet in de armoedecijfers. In 2012 is er fors bezuinigd op de huurtoeslag bij huren boven de 445 euro per maand. Ja, dan gaat de regering ervan uit dat iedereen met een laag inkomen of de bijstand een huis kan vinden voor minder dan 445 euro per maand. Als u dat hier probeert, dan weet u dat dat niet lukt. En zo creëer je armoede die in de statistiek niet zichtbaar is. Daarnaast zorgt de toegepaste inflatiecorrectie voor vertekende armoedecijfers. Ik had nu overigens een opstand verwacht van de zaal. Over statistiek beginnen op vrijdagmiddag wanneer je ook bier kunt drinken. Om de inflatie te berekenen wordt elk jaar gekeken naar wat een product nu kost en wat precies hetzelfde product een jaar geleden kost. Maar niet alle producten blijven hetzelfde. Bij sommige producten volgen de verbeteringen elkaar snel op. Denk aan een televisie. De televisie uit 1950 of 1970 met een klein flikkerend zwart-wit beeld is natuurlijk onvergelijkbaar met de huidige flatscreens. Iedere keer verschijnt er een nieuwere en kwalitatief beter model. En statistici corrigeren de inflatie voor kwaliteitsverbeteringen. Want je krijgt meer tv of een betere kwaliteit tv voor hetzelfde geld. In de Verenigde Staten hebben we de gemiddelde televisie-inflatie berekend. Die is 7% negatief sinds de jaren 50. Een televisie met bepaalde technische eigenschappen wordt dus volgens de statistieken elk jaar 7% goedkoper. Maar dat oude model verdwijnt uit de schappen. Dat betekent dat als je in 1950 voor 1000 euro een tv kon kopen, je in 2020 nog minder dan 10 euro beschikbaar hebt als je naar de mediamarkt gaat. Maar deze theoretische berekeningen houden dus geen rekening met de werkelijkheid, omdat je daar geen televisie voor 10 euro kunt kopen. De inflatieindex gaat daar wel van uit. En dat geeft een vertekenend beeld. Word je enkel gecompenseerd voor inflatie, dan kun je na afloop van tijd niet meer alle goederen kopen die je ooit kon, kon kopen. Het niet kopen van een televisie zou je als oplossing kunnen zien, maar ook dat helpt niet. Dan consumeer je niet de goederen die goedkoper worden en is de inflatie van goederen die je wel koopt. Per definitie hoger dan de standaardinflatie. Je gaat er dus op achteruit, maar wel onzichtbaar in de cijfers. En dit geldt niet alleen voor televisies: dit geldt voor computers, dit geldt voor mobieltjes. Denk maar hoe die er bij u twintig jaar geleden thuis uitzagen. Ook de huizenprijzen spelen geen rol in de inflatieindex. Statistici zien huizen technisch als een investering, niet als een consumptiegoed. Zoals bekend zijn de huizenprijzen de afgelopen decennia vele malen sneller gestegen dan de inflatie of de lonen. Door de huizenprijzen niet mee te rekenen, lijkt het alsof mensen met minder geld kunnen rondkomen dan daadwerkelijk het geval is. Voor grote groepen die vroeger zelf een huis konden kopen, is dat nu onbereikbaar geworden. En zo zakken verschillende groepen buiten het zicht van de statistieken weg in armoede, niet door hun eigen toedoen. Maar door slechte en niet doordachte regelgeving. En dan moet je niet alleen denken aan mensen met een bijstandsuitkering. maar ook aan delen van de bevolking met een heel redelijk inkomen. Maar laten we eens beginnen bij een bijstandsuitkering. Neem, en ik heb deze stukjes natuurlijk vriendelijk overgenomen van Arjen Vliegendhart en het Niebud. een bijstandsuitkering aan een echtpaar van twee kinderen in de leeftijd van 12 tot 18. In 2020 kregen zij 1503 euro per maand. Huurtoeslag 313 euro, zorgtoeslag 199, kinderbijslag 213 en let op kindgebonden budget van 228. Als je daar het standaardpakket van het Nibud naast zet, dan heeft het gezin 170 euro tekort om fatsoenlijk rond te, van rond te komen. En het Nibud beveelt dus aan om de bijstandsuitkering voor echtparen te verhogen. Let overigens op, dit geldt alleen voor uh, echtparen, want alleen staan de ouders in dezelfde situatie. Krijgen honderden euro's meer kindgebonden budget per maand en kunnen dus wel ontkomen. Maar dat is niet het hele verhaal. De berekening van het NIBUD gaat uit van een aantal aannames. waarbij je soms kunt afvragen hoe realistisch ze zijn. Er wordt van uitgegaan dat het echtpaar een huurwoning van 607 euro per maand kan huren. Dan krijg je 313 euro huurtoeslag en dan betaal je dus netto 294 euro per maand. Maar. Als een goedkope huurwoning per ongeluk niet beschikbaar is? Nou, als je een huurwoning van 753 euro hebt, dan heb je geen recht op huurtoeslag. Dan ben je door de huurtoeslaggrens. Dan kom je niet 170 euro tekort, maar 629 euro per maand. Dat betekent diepe, diepe financiële ellende. Maar ook andere aannames staan soms ver van de werkelijkheid. Het nieuwe is wat karig en gaat uit dat twee, een gezin met twee kinderen 68 euro per maand nodig heeft voor vervoerskosten. Daar kun je net vier fietsen van kopen, zolang je je eigen band plakt en misschien heel af en toe een buskaartje. Maar voor dat bedrag heb je geen auto, niet eens een brommer en ook geen busabonnement. Laat nou een van die ouders werk vinden. Dat levert, als die ouder een vaste baan op minimumloonniveau vindt, 147 euro. Netto inkomen per maand extra op. Dan heb je nog steeds 23 euro tekort om enigszins mee te kunnen komen met de samenleving. Maar nu komt het: die reiskosten van het woon-werkverkeer. En en misschien krijgt u ze vergoed, maar bij de baan op minimumniveau is dat vaak niet het geval. Mijn een gemiddelde afstand tot je werk, 20 kilometer, kost een maandkaart voor de bus 130 euro. En dat is nog altijd veel minder dan de kleinste tweedehands auto. Waar je 277 euro per maand voor moet betalen. Dat voorbeeld zou ik gebruiken als ik deze lezing in Twente zou houden. Hier heeft u een goede metro, daar is die wat minder. Als deze persoon vanuit een uitkering aan de slag gaat. en niet op de fiets naar het werk kan. dan blijft er niets over en worden de financiële problemen enkelweg groter. Oh ja, in de cijfers van het Niebud zit natuurlijk ook geen ruimte. voor vier moderne mobieltjes. Maar als de regering een QR-codemaatschappij gaat invoeren, dan zijn die wel bijna verplicht voor, beide, voor alle vierde mensen in, de, in dat gezin. Je kunt anders niet mee als de school naar een museum gaat. Je moet buiten blijven bij het Rijksmuseum of bij deze lezing. En gek genoeg geldt dit weer enkel voor echtparen. De alleenstaande ouder of alleenstaande die er vanuit de bijstandsuitkering gaat werken, gaat er wel duidelijk op vooruit. Maar stelt u zich voor, u zegt kostwinder op minimumniveau, Pieter, waar heb je het over? Nou, deze persoon maakt promotie en verdient uiteindelijk een modaal inkomen. Dat was vorig jaar 36.500 euro. Daar zou je toch prima voor moeten rondkomen. Maar ons belastingstelsel is zo ingericht dat tussen minimumloon en het modale inkomen voor een werkende alleenverdiener hij of zij slechts 20 cent van elke euro overhoudt. Die andere 80 cent wordt wegbelast of zijn toeslagen die hij verliest. In de praktijk heeft dit gezin dan 350 euro meer te besteden dan toen het van een bijstandsuitkering leefde. En dat is dus slechts 180 euro meer dan nodig is voor de echt noodzakelijke uitgaven. Het gezin komt zo in de financiële problemen, want die auto van 277 die past er nog steeds niet in. En kan dit gezin geen huurwoning van 752 euro vinden, maar noodgedwongen een huurwoning van 1000 euro, dan is het welvaartsniveau van dit gezin met een modale eenverdiener lager dan de bijstandsgerechtigde in een huurwoning in de sociale sector. Als het gezin extra zorgkosten heeft, bijvoorbeeld omdat de niet werkende partner ziek is, zijn er grote financiële problemen. En let wel, tot de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Was de modale eenverdiener heel normaal in Nederland? Die gezinnen konden in grote delen van Nederland een huis kopen, een fatsoenlijk bestaan leiden. Het is opvallend dat we wel vooruitgang zien in de theoretische koopkrachtplaatjes, maar dat deze groep het overduidelijk stukken moeilijker heeft dan 40 of 50 jaar geleden. Zelfs de meest basale luxe, zoals een eigen tweedehands auto, zit er eigenlijk niet meer in. Eenverdieners worden ook steeds zeldzamer. Om armoede te voorkomen moeten eigenlijk beide partners werken. De minstverdienende partner betaalt namelijk over de eerste 1600 euro in Nederland feitelijk geen belasting. Maar niet iedereen kan werken, ook al zouden ze het willen, bijvoorbeeld vanwege ziekte of handicap. Ik ga een voorbeeld geven van een bijzonder schrijnende groep, dat zijn de gedeeltelijk arbeidsongeschikte. Als je ziek wordt en je hebt een WIA-uitkering, keuring na twee jaar, dan kan het UWV zegt je kunt nog tenminste 65% van je salaris verdienen. Dus stel je voor je had een salaris van 34.000 euro en het UWV vindt nog drie functies waarbij je ongeveer iets meer dan het minimumloon kunt verdienen, 23.000 euro per jaar. Dan krijg je geen uitkering. Maar je wordt wel geacht te werken. Maar de realiteit is anders. 50% van deze groep die geen recht heeft op een uitkering en die dus minder dan 35% arbeidsongeschikt is is aan het werk. En zelfs die statistiek is geflatteerd, want de definitie van werk is minimaal één maand werk in een kalenderjaar. Degenen die niet meer aan het werk komen, storten door hun arbeidshandicap, dus hun eigen gezin, in armoede. Ook als de andere partner gewoon een modaal inkomen heeft. Deze groep bestaat uit meer dan 100.000 mensen. Het probleem is bekend, maar wordt niet opgelost. En zelfs internationaal zijn we hiervoor op onze vingers getikt. De fiscale maatregelen zorgen ervoor dat als één van de partners zijn baan en inkomen verliest, er een reëel gevaar bestaat om in de kortste keren in zware financiële problemen te komen. Zekerheid is juist daarom belangrijk, maar tegelijkertijd hebben we de arbeidsmarkt geflexibiliseerd met nulurencontracten, oproepcontracten, schijnzelfstandigheid. Voor al deze mensen is iedere dag hun bestaanszekerheid in het geding. Ook als de andere partner gewoon een vaste baan heeft met een modaal inkomen. Ook voor andere groepen is de bestaanszekerheid helemaal uit het oog verloren. Van de kostwinner die met pensioen gaat en een jongere partner heeft, die, moet, die krijgt een AW van iets meer dan 800 euro per maand en wellicht een paar honderd euro pensioen. Dat is onder het bijstandsniveau. En ook mensen die tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt zijn, vallen ver onder het bestaansminimum. Structurele oplossingen zijn noodzakelijk. Dat begint in de eerste plaats met het herijken. Van definities. De definitie van minimumloon. De definitie van minimuminkomen. Het gaat niet alleen om het inkomen zelf. Het gaat ook om de mogelijkheid om tegen aanvaardbare kosten. Noodzakelijke inkomen te kunnen doen. Om het vervoer naar je werk te kunnen betalen. De reden waarom de Franse geleisjes gele op straat gingen. Om een eigen woning te kunnen huren. Die niet alleen in theorie bestaat maar ook daadwerkelijk beschikbaar is en steeds meer om in staat te zijn je energiekosten te betalen. Voordat een belasting- of toeslagenhervorming plaatsvindt, moet de overheid eerst definiëren wat bestaanszekerheid inhoudt. Daarbij gaat het zowel om de hoogte van de inkomens als om de zekerheid van dit inkomen. Inkomstenbelasting heb je pas als een huishouden volgens die definitie genoeg heeft om van rond te komen. Als je niet in huishoudens wilt werken, dan individualiseer je het minimumloon. Maar pas op, dat betekent dat je een belastingkorting of een uitkering nodig hebt voor een niet werkende partner als de partner die wel werkt rond het minimumloon verdient. En het betekent een veel voorzichtiger omgang met de partnertoetsen dan nu. Of het nu om de coronasteun voor zelfstandigen gaat of de AOW, partnertoetsen zijn een populaire maatregel in Den Haag omdat veel mensen vaak denken dat je de vrouw van de tandarts geen steun hoeft te geven. Veel vaker gaat het om de man of vrouw van de kassière bij de supermarkt of de onderwijzer. Die kunnen niet van een enkel inkomen rondkomen. Ook het draagkrachtprincipe dient in ere hersteld te worden. Als je meer monden moet voeden van een modaal inkomen, dien je bij een gelijk bruto loon minder belasting te betalen. En dat is in Nederland niet het geval. Rechtvaardigheid zou centraal moeten staan in het belastingstelsel. Waarom is de laagste effectieve belasting in de uh, druk, gereserveerd voor de hoogste inkomens en inkomen uit kapitaal en moeten mensen met een laag inkomen die een zaterdag overwerken 80 procent van elke verdiende euro aan de staat afstaan. Gaten in de sociale zekerheid dienen gedicht te worden. Mensen vallen volstrekt onverwacht tussen wal en schip en soms ver beneden het bestaansminimum. De dus soms veel te harde prikkels moeten worden herzien en dat vereist een forse operatie. En tot slot zal de arbeidsmarkt zo hervormd moeten worden dat de flexibele schil in Nederland weer ongeveer net zo groot wordt als het Europees gemiddelde? Nu is Nederland wereldkampioen flexibiliteit. Maar die flexibiliteit die wordt eenzijdig bij werknemers neergelegd. Dames en heren, het derde punt. Het nieuwe sociale contract. Want de hier in grote lijnen gestelde hervormingen zijn niet alleen nodig, ze zijn noodzakelijk. Maar ze zullen er niet komen als we niet eerst de gecorrompeerde en op beeldvorming gerichte bestuurscultuur veranderen. Dossiers ontsporen volledig. Er wordt niet tijdig bijgestuurd. Lessen worden niet geleerd. En normale tegenmacht is feitelijk onklaar gemaakt. Keren op keer is beterschap beloofd. Premier Rutte zei zelfs radicale ideeën te hebben. Maar welke dat ook mogen zijn geweest, omgezet in concrete maatregelen zijn ze in ieder geval niet. Integendeel, ook deze week duurden oude reflexen voort. Daarom zal het Parlement zelf het initiatief moeten nemen om de noodzakelijke wijzigingen af te dwingen of zelf als medewetgever die door te voeren. Daarbij gaat het om een mentaliteitsverandering, maar ook om concrete voorstellen. In mijn boek Een nieuw sociaal contract heb ik hiervoor tien concrete haalbare voorstellen uitgewerkt en ik heb ze ook in de vorige lezing hier in de balie toegelicht. Die is beschikbaar. Die dienen er in de eerste plaats toe om de noodzakelijke tegenmacht te herstellen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het herstel van de positie van de Tweede Kamer. Die zou, zoals de grondwet voorschrijft, haar rol moeten vervullen als controleur van de regering en als die van medewetgever. Dat gaat nu maar matig. Zeker op dit moment. Zeven bewindslieden, sinds gisteren zes en sinds vandaag vijf. Oh nee, zes. Zitten er zitten nu al vijf en een halve maanden in de Tweede Kamer. Rutte en Hoekstra zelfs als fractievoorzitter. Conform het leerstuk van eenheid van kabinets- en regeringsbeleid, moeten bewindspersonen buiten het kabinet altijd het kabinetsbeleid uitdragen. Dat is natuurlijk niet te verenigen met het controleren van de regering voor zover het controleren van jezelf al mogelijk is. Elke voetbalspeler weet dat hij een onafhankelijke scheidsrechter nodig heeft. Maar in Den Haag is jezelf controleren nooit een probleem. Maar in plaats van aan deze situatie zo snel mogelijk een einde te maken, werden er met benoemingen van nieuwe bewindslieden drie extra dubbelfuncties gecreëerd. Dat is in strijd met de letter van de kieswet en de geest van de grondwet. Maar dat was kennelijk ondergeschikt. Pas toen het een probleem ging worden in de beeldvorming, is er een einde nagemaakt. Maar ook in norm normale tijden is het voor kamerleden niet mogelijk om een controlerende taak uit te oefenen. De partijelites, vaak bestaande uit potentiële ministers, stellen de conceptkieslijsten op. Je komt hoog op de lijst als je relatief weinig afwijkt van de partijlijn. Nu kun je via voorkeurstemmen gekozen worden, maar dat lukt gemiddeld twee van de 150 Kamerleden. Tel de daarbij dichtgetimmerde regeerakkoorden op, zogenaamde maatschappelijke akkoorden, waarop nauwelijks invloed uit te oefenen is en de macht van een Kamerlid is beperkt. En dat uitzicht op de manier waarop ze behandeld worden, als voedseldaten, ondergeschikt aan de fractiediscipline. Deze verkeerde ontwikkeling kan doorbroken worden door een nieuw kiesstelsel naar Deens model, waarbij zetels per provincie worden verdeeld, maar proportionele vertegenwoordiging intact blijft door een landelijke lijst. Het grote voordeel hiervan is dat de kandidaten een sterkere eigen positie moeten opbouwen in een provincie en daardoor minder afhankelijk worden van centrale partijelites. Bijkomend voordeel, dit pas binnen de huidige grondwet, dus invoering daarvan kan gebeuren in één kabinetsperiode. Ook zou de Tweede Kamer meer aandacht moeten besteden aan haar taak als medewetgever. Wetten moeten weer saai, artikel voor artikel behandeld worden in de commissie. Eventueel kun je twee of drie rapporteurs aanstellen. Een Kamer waarin bijna twintig fracties een algemeen verhaal houden dat zij het eens zijn met de doelstelling van de wet, is weinig zinvol. Want het venijn zit hem in de details. Kleine fouten in de wetgeving, waardoor iemand onbedoeld geen recht op een toeslag of subsidie heeft, kunnen enorme individuele gevolgen hebben. Ik denk aan de voorbeelden die ik zojuist over bestaanszekerheid gaf. Ook op andere manieren moet de transparantie en controle weer de hen toekomende plaats krijgen binnen het openbaar bestuur. In de eerste plaats door de informatievoorziening te verbeteren. De archieven in Den Haag zijn een totale puinzooi. Toeslagenouders kunnen niet gecompenseerd worden omdat de Belastingdienst de betalings- en invordingsgeschiedenis niet eens paraat heeft en duizend dossiers heeft weggegooid. De regering weet soms zelfs niet wat er gebeurt en de Kamer al helemaal niet. Om dit op te lossen beloofde de regering dat er voor 1 juli een regeringscommissaris informatiehuishouding zou zijn ingesteld. En dat is niet gebeurd en dat moet wel gebeuren. Deze week hadden we weer een treffend voorbeeld: Afghanistan. Na de toeslagenaffaire zei de regering... wij publiceren vanaf nu de besluitenlijsten van de ministerraden en de onderraden. Maar wat deed de regering? Men maakt geen besluitenlijsten meer als het om leven en dood gaat. En leg dat nou eens naast het dagelijks leven van een verpleegkundige... of van een onderwijzer op de basisschool. Die verpleegkundige haalt een vijf minuten registratie bij. En het leerlingenvolgsysteem... Dat hij op de basisschool moet bijhouden is zeer uitgebreid. Zij wel, maar uw regering hoeft niet te vertellen hoe zij tot besluiten komt over het evacueren uit Afghanistan. Dat is de omgekeerde wereld. Het toezicht van de inspectie overheidsinformatie en in erfgoed moet verbeterd worden. Ze moeten boetes kunnen opleggen. Het onrechtmatig vernietigen van duizenden dossiers, dat gebeurde bij de Belastingdienst, of het kwijtraken van essentiële stukken moet gevolgen hebben voor degene die het kwijt maken. Geen archief staat gelijk aan geen actieve herinnering. En dat betekent rechteloosheid en willekeur voor de burger. De gebruikte rekenmodellen dienen openbaar te worden gemaakt. Besluiten worden nu vaak genomen op basis van modellen. En zoals we gezien hebben, maakt het nogal iets uit welke definities en welke rekenmethoden ze gebruikt worden. En er moet gesneden worden in het aantal voorlichters bij ministeries. Het kunnen er wel minder zijn dan de huidige 800. Onderzoek en toezicht moeten echt onafhankelijk worden. Een nieuwe toezichtswet moet dat borgen. Toezichthouders moeten een eigen begroting hebben. De taken van toezichthouders moeten in de wet vast liggen, buiten de invloed van ministeries controleren. En de toezichthouder moet altijd gehoord kunnen worden door het parlement. Verder hebben we in Nederland die rare traditie dat onderzoekscommissies die het handelen van de regering onderzoeken, altijd worden ingesteld door de regering. Door het selecteren van de persoon, het stellen van de onderzoeksvraag, de wijze van financiering, kan de regering veel invloed uitoefenen op de conclusies. De Tweede Kamer heeft om een protocol gevraagd van de KNW en de WAR om onafhankelijkheid van dergelijke onderzoeken te waarborgen. En volgens mij heeft de regering geen actieve herinnering aan die motie. Maar de Kamer zal dus zelf opdracht geven moeten worden van onafhankelijk onderzoek naar het handen van de regering. U heeft gezien dat waar de commissie Donner niets opleverde, de parlementaire ondervraging van de commissie van Dam dat wel deed. En verder moeten de wetten serieus genomen worden. Ze moeten worden nageleefd. Nageleefd naar letter, nageleefd naar geest. Dat geldt in het bijzonder de bijzondere grondwet. De regering gaat hier veel te lichtvaardig mee om. De grondwettelijke plicht om de Kamer in te lichten wordt niet al te serieus genomen, net zoals het verbod op dubbelfuncties van Kamerleden en bewindspersonen. Steeds kiest de regering een interpretatie van de grondwet die niet alleen foutief is, maar vooral ook de positie van de Kamer ten opzichte van de regering verder verzwakt. Een grondwettelijk hof dat toeziet op de naleving van deze regels en dat ook toeziet op het kunnen afdwingen van de klassieke grondrechten van burgers kan hier uitkomsten bieden. Dames en heren, dit is een programma voor de komende tijd dat ik wil uitvoeren. Drie thema's met prioriteit: wonen, bestaanszekerheid. En een nieuw sociaal contract voor het herstel van de relatie tussen overheid en burger. Drie thema's die ik, zoals ik het zie, die eigenlijk geen enkel uitstel dulden. Bij de formerende partijen lijkt deze urgentie evenwel te ontbreken. Vandaag, zes maanden geleden, gingen we naar de stembus, maar we zijn nog geen stap verder. De veldtocht van Napoleon naar Moskou duurde minder dan zes maanden, en Neil Armstrong ging in acht dagen op en neer naar de maan. Hij komt twintig keer op en neer naar de maan in de tijd dat wij nu geen kabinetsformatie aan het doen zijn. Het kabinet, afgetreden vanwege de schending van de rechten van de talloze burgers, regeert ook na de verkiezing door alsof er niets is gebeurd. En dat op het voor, de, voor het kabinet kenmerkende manier. Na de verkiezingen was het demissionaire kabinet niet daadkrachtig waar het dat wel moest zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van de tijdige evacuatie van de tolken uit Afghanistan. Maar toonde het kabinet juist wel daadkracht waar het niet hoefde of niet mocht. Zo werd er tot vier keer toe een nieuwe bewindspersoon benoemd. En het zou zomaar nog een paar keer kunnen gebeuren. En zonder bezwaar van de premier kocht de machtige energielobby van Shell en Gazprom een minister weg uit het kabinet. We weten dus wie er gehoord wordt als ze een belletje plegen bij de komende verdeling van miljarden aan klimaatsubsidies. U mag de toegang van Shell en Gazprom vergelijken met het feit dat de meeste toeslagenouders honderden keren met de belastingtelefoon belden en geen enkel gehoor vonden. Dan heeft u ook het antwoord voor wie de regering er soms zit. Het kabinet gaat door met het indienen van weinig spoedeisende wetvoorstellen, zoals de wet waarmee je zelf mag bepalen of je als man of vrouw geregistreerd mag staan. Zo'n wetvoorstel dient zorgvuldig behandeld te worden, want het heeft vergaande consequenties voor bevolkingsonderzoek voor vrouwensport en voor Nederlanders in het buitensport, in het buitenland. Maar dit is allemaal niet doordacht en de mogelijke problemen zijn niet ondervangen. Er zijn goede redenen waarom het demissionair kabinet alleen dringend noodzakelijke wetgeving indient. Moties die door de Kamer zijn aangenomen worden intussen niet uitgevoerd. Of ze niet opriepen tot het instellen van een staatscommissie over rechtszekerheid, tot het terughalen van tolken uit Afghanistan of het voorkomen van directe of, indirect, directe of indirecte vaccinatiedwang. Keer op keer kiest het kabinet ervoor om moties naar zich neer te leggen en schoffeert de democratie. Ondertussen lijken de persoonlijke verhoudingen tussen de mogelijke coalitiepartners dermate verstoord dat een nieuw kabinet, en dus ook het aanpakken van structurele problemen, verder weg lijkt dan ooit. Hoe kunnen, we, hoe kunnen we uit deze situatie komen? Misschien moeten we daarvoor weer eens een blik werpen op de fresco's in Siena. Voor goed bestuur zijn sterkte. Voorzichtigheid en geduld nodig. Terwijl rechtvaardigheid, zoals ook de 13e-eeuwse denker Thomas of van Aquino benadrukte, het uitgangspunt niet te zijn. Met deze uitgangspunten in mijn achterhoofd ga ik de komende tijd maatregelen en wetgeving voorstellen op de drie thema's die voor mij prioriteit hebben. Dat levert vaak geen grootse statements op, geen aardverschuivingen, maar is taaiwerk, is saaiwerk met discussies over definities, discussies over wetsartikelen. Maar zij zijn noodzakelijk voor goed bestuur en het zal ook veel constructieve samenwerking vereisen met heel veel partijen in het parlement. En de formatie? Gezien de persoonlijke en politieke verhoudingen lijkt de meerderheidskabinet uitgesloten. En als je de berichten mag geloven, lijken de beoogde coalitiepartners nu al meer te vervallen in bedrog, woede, tweedracht en oorlog, die we ook op de fresco's van Lorenzetti zien, maar dan wel bij het slechte bestuur. En we zagen ook de resultaten. Dat belooft weinig goeds. De grondwet biedt ons een alternatief. In de grondwet staat niets over regeerakkoorden. In de grondwet staat niets over partijen. En in de grondwet staat er helemaal niets over coalities. Een extra parlementair kabinet bestaande uit bewindspersonen met een verschillende politieke kleur of achtergrond. en ook uit niet gebonden mensen, zonder gebonden te zijn aan een gedetailleerd regeerakkoord past uitstekend binnen het grondwettelijk stelsel. De partijleiders nemen plaats op de plek waar ze gekozen zijn, de Tweede Kamer. Het kabinet moet dan in een gekozen Kamer met gezag en waar het primaat ligt, iedere keer op zoek gaan naar meerderheden. Dan kunnen we uiteindelijk een begin maken met het vervullen van onze grondwettelijke taak en een open discussie voeren over het oplossen van de structurele problemen op het gebied van volkshuisvesting bestaanszekerheid en het herstel van de verhoudingen tussen overheid en burger. Zover is het niet. En de regering lijkt overleven vooralsnog belangrijker te vinden dan haar grondwettelijke taak. Ik sluit daarom af met één laatste concreet voorstel. Laten we, in navolging van de burgers van Siena, de muren van het landsvergaderzaal gebruiken om onszelf met de neus op de feiten te drukken. Laten we in de Tweede Kamer, in plaats van grond en modder, de grondwet aan de muur hangen. Niet alleen om de Kamerleden en de ministers, maar vooral ook om de demissionaire premier er steeds aan te herinneren wat onze grondwettelijke taak en opdracht is. Dank u wel.